1, 2, 3, nu dan! Hoeveel excellence moet ik gooien op jouw bakkes, man? Dit is de vierde excellent op rij. What up, YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan weer verder met de Nuzlocke Challenge in Pokémon Let's Go Eevee. Want we zijn er wel keihard aan de Mario Maker, maar Pokémon Let's Go gaat natuurlijk ook gewoon verder op dit kanaal voor alle diehard Pokémon fans. En we waren op best wel een belangrijk stuk gebleven. We zijn namelijk in de Silph Company, waar Giovanni ook is. En inderdaad, die wil de Master Ball hebben van de president van Silph Company. Maar die man van Silph Company, die denkt van ja, hé, nee, je ziet er toch niet zo betrouwbaar uit. Je lijkt toch wel een slechte man. En ik wil die Master Ball helemaal niet aan jou geven. Hij zegt ook om nou gestolen onderzoek te gebruiken om Pokémon te creëren. Daar doet Silph Company niet aan. En Giovanni zegt, ja, maar we hadden een deal. Je was het ermee eens. Giovanni wordt boos en het gaat hier helemaal fout. En dan moeten wij natuurlijk even een stokje voor steken. Kijk, daar komen we aan in onze Team Rocket outfit. Giovanni zegt, ah, jonge Rikachu. We ontmoeten elkaar nog een keer. De president van Silph Company en ik hadden gewoon een discussie. En bemoei je er maar gewoon niet mee. Of ervaar een wereld van pijn. En ik heb eens een keer een andere Pokémon op plek nummer 1 gezet. Ik heb namelijk onze Kingler op plek 1 gezet. Onze Beach Boy. Want hij begint inderdaad met een Normal Type en een Dark Type Pokémon. En mijn Kingler, die heeft een hele hoge attack. En die kent ook Brick Break. En dat is best wel een sterke fighting attack. Hij gebruikt Fake Out. Ja, het doet niet super veel pijn, maar het flincht mij wel. En ik ben natuurlijk wel 5 levels lager. Kijk, Percy gaat keihard door met Slash. De critical hit heeft hij ook echt. Ik ga dit wel kunnen fixen, denk ik. Want die Brick Break, die deed best wel pijn, zoals je zag. Als ik nou gewoon even een Super Potion gebruik op Beach Boy, en hij heeft niet zoveel geluk met zijn critical hits en zo, dan moeten we dit wel kunnen overleven, denk ik. Hij doet Slash. Ja, kijk, dit moet wel lukken, denk ik. Als het nu geen critical hit krijgt, alsjeblieft, overleef het, Beach Boy. Overleef het. Beach Boy overleeft het. En we nakken gewoon zijn 5 levels hogere Persian met 2 klappen met Beach Boy. Ja, Beach Boy is sick, man. Lekker gedaan, man. Lekker gedaan. Nu krijgen we te maken met een Rhyhorn. Ja, dat zou ook prima voor Beach Boy kunnen zijn. Maar de HP van Beach Boy is toch al niet zo heel erg goed meer. Dus ik ga even voor mijn Hunter. Mijn Hunter kent namelijk een Grass-type attack die ook gewoon super effectief gaat zijn tegen Rhyhorn. Rhyhorn is 2 levels hoger. Ik ben wel benieuwd wie de sneller is. Wij zijn sneller met onze Mega Drain Kablam! Lekker, guys. Lekker bezig, team. Hoppa. Zo, dit gaat goed met tegen die Giovanni, jongen. Welke heeft hij nog meer? Hij heeft een Nidoqueen. Dan hebben we eigenlijk Ground of Psychic nodig. En dan moeten we toch even schakelen naar Eevee. Want Eevee die kent Glitzly Glow. En met Glitzly Glow zijn we super effectief tegen zijn Nidoqueen. Hey Eevee, welcome back. Let's go, Nidoqueen. Level 39 Nidoqueen. Voor het eerst zijn wij een hoger level dan de tegenstander. Een Glitzly Glow op het hoofd van Nidoqueen. En Oké, kijk, zie je hoe goed de defense is van Nidoqueen? Daarom heb ik ook een Nidorina in mijn team. Puur voor die defense. Je krijgt Nidoqueen echt niet zomaar kapot, jongens. Dat zie je. Jullie weten hoe goed mijn Eevee is namelijk. En ik heb gewoon 3 klappen nodig om deze Nidoqueen down te krijgen, jongens. Dit is gewoon een prima Pokémon, die Nidoqueen. Nidoqueen doet ook Body Slam. Kijk eens hoeveel pijn die doet. En ik ben paralyzed. Ja, dan ga ik toch maar even geen risico nemen, jongens. Ik ga gewoon even een Hyper Potion geven aan Eevee. Dan is Eevee in ieder geval weer vol. Want omdat ik nu geparalyzed ben, ben ik ook trager dan Nidoqueen. Kijk, en dit doet gewoon best wel pijn, hoor. Kom op, Eevee. Zie je? Nidoqueen doet nog een keer Body Slam. Kijk eens. Meer dan de helft van mijn HP is al weg. En hoppa. Glitzly Glow maakt een einde aan Giovanni. Later, Gio. Gio, ik heb je verslagen, vriend. Level 42 ondertussen voor Eevee. Die gaat keihard door. En inderdaad, dan hebben we Gio verslagen. En die zegt, oh, ik heb alweer verloren. Zo gaan die dingen, man. Sorry. Giovanni zegt, ah, nu heb ik geen keus. Ik ga er vandoor. Net als dat Team Rocket altijd er vandoor gaat. Giovanni zegt nog, ik ga er nu vandoor. Maar we ontmoeten elkaar nog vaker. En inderdaad, dat weten we. Yo, meneer. Hallo. De president zegt, oh jongen, je hebt ons gered hier bij Silph Company. En Eevee die deed ook even blij en die zegt, ah nee, je was het niet alleen. Het zijn ook je Pokémon geweest inderdaad. En dan krijgen we de Master Ball van de president.
waarmee we dus elke Pokémon kunnen vangen die we willen. Je hoeft alleen maar de Master Ball erop te gooien en dan vangen die Pokémon. Dus dat is echt ideaal. Ja, en dan is de Silph Company weer bevrijd, jongens, van al het terreur hier zo. En dan gaan wij weer door met ons avontuur. Gaan we eens kijken of we straks weer een gym kunnen uitdagen, jongens. En dan hoop ik niet dat we weer Pokémon Town gaan, want dat wil ik niet meer, hoor. We gaan naar beneden met de lift. Wie is trouwens mijn partner Pokémon nu? Hier, Bruce, wil jij even mijn partner Pokémon zijn? Daaah, je hebt Molu. Dus hij zegt, Rick, het is je gelukt, hè? Je hebt Giovanni verslagen. Die Archer Guy is er ook vandoor. Lekker bezig. En iedereen van Team Rocket is nu verdwenen hier uit de stad. Dus hij was een beetje bang, maar we hebben het gewoon gefixt. En er is geen Pokémon meer die moet ondergaan wat Cubone heeft ondergaan, zegt Nugsy. Alles is weer normaal. En inderdaad, we moeten naar de Saffron City Gym. Tot ziens, Nugsy. Later. Nou, laten we maar even snel mijn Pokémon gaan healen dan in het Pokécenter. Die was niet hier. In deze stad ben ik echt altijd het Pokémon Center kwijt. Maar volgens mij zat hij gewoon hier dan. Oh, hieronder zit hij. Alright. Even de Pokémon healen. En dan gaan we gelijk keihard door naar de gym van Sabrina. En dat vind ik een hele moeilijke gym altijd. Dat is de Psychic Gym en Psychic Attacks en al dat super goed. Ik vind het ook gewoon lastig om te bepalen welke Pokémon ik hiervoor ga gebruiken. Dit is de gym. En deze is wel heel tof vormgegeven met al die plateaus en zo. Je bent altijd wel een tijdje op zoek naar Sabrina, want het is niet een hele makkelijke weg. We moeten minimaal een Pokémon hebben die op zijn minst level 45 is. Die hebben we niet. We moeten nu trainen. Huh? We mogen hier nog niet naartoe. Wat flauw. Nou, in dat geval gaan we eerst maar naar Fuchsia City, naar de gym van Koga. En voordat we daar naartoe gaan, zet ik natuurlijk eerst even een lure aan, want op de volgende route mogen wij 2 Pokémon vangen, namelijk de Snorlax die hier ligt te chillen en de eerste Pokémon die hier boven spant op dit grasveldje. Dus ik ben heel erg benieuwd welke Pokémon dat is. En ik ben ook super benieuwd of wij Snorlax hier gaan vangen. Want in mijn eigen playthrough heb ik Snorlax hier niet mogen vangen. En ook in mijn YouTube-serie van Pokémon Let's Go Pikachu zonder Nuzlocke mocht ik deze Snorlax niet vangen. Dus deze Snorlax, die heeft er nooit zin in bij mij. Daar is Mr. Fuji en die zegt, ik heb je nog iets vergeten te vertellen over de Pokémon fluit. Dit is Snorlax. En het eerste wat hij ziet valt hij aan, omdat hij denkt dat het eten is als hij net wakker wordt. Dus dat is lekker dan. Wij moeten battelen tegen Snorlax. En dat gaan we doen met Beach Boy. Want Beach Boy heeft best wel een goede physical attack. En die kent natuurlijk Brick Break, wat super effective is tegen Snorlax. Ik hoop alleen dat hij de verdediging een beetje overleeft. Kijk, dit is super effective. Hij doet Jan. Dat is wel een dingetje. Dan gaan wij strakjes in slaap vallen, denk ik. Ik hoop een beetje op een critical hit nu met Brick Break dan. Want anders vallen wij strakjes in slaap. Hij doet nu een headbutt. Hoeveel pijn doet headbutt? Iets minder dan de helft. Ja, en nu slapen wij dus. Moeten we toch denk ik maar even switchen naar Eve. En dan hoop ik niet dat Eevee snel in slaap valt. Kent deze Snorlax geen rest trouwens? Gaat hij niet slapen? Moet je zelf ook niet even... Ja, dat dacht ik namelijk al. Hij gaat dus zelf ook even slapen. En dan heeft hij weer volle HP. Hoeveel pijn doet Buzzy Buzz op jouw bakkes? Heel erg weinig. Wij doen nog een keertje Glizzly Glow. Bam! Kijk nu, oh, hij wordt wakker en doet gelijk weer rest. Ja, dit is een probleem, jongens. Op deze manier krijg ik hem niet kapot. Kan ik proberen wat hij wil, maar als hij blijft slapen, dan gaan we hem niet kapot krijgen. Ik wil hem ook gewoon paralyzen, zodat hij niet meer in slaap kan vallen. Ja, jongen, hoe flauw is dit? Misschien moet ik even switchen naar Hitmonlee dan ofzo. Hitmonlee ga jij zeker strakjes gewoon keihard slopen. Brick Break dan ook maar, denk ik. Kom op, Hitmonlee. Maak even korte metten met die Snorlax. Come on, Brick Break. Hierna nog eentje en hij is down. Hij doet Jan. Oké, dat is positief. Volgens mij kan ik hem nu slopen. Volgens mij ben ik wel snel. Ja, kijk, ik ben sneller dan Snorlax. Hoppa. Dan maar gewoon met Hitmonlee. Lekker bezig, Hitmonlee. Ja, nu moet hem alleen nog proberen te vangen. En dat is altijd een ding bij mij en Snorlax. Snorlax laat mij hem nooit vangen. Ook al gooi ik excellent. Volgens mij gaat hij... Hij gaat niet, hè? Je gaat niet, hè, Snorlax? Of ga je wel? Nee, hè? Nee. Nee, kijk, natuurlijk niet. Altijd op die laatste tik. Kom op, Snorri. Kom op. Nog een keer een excellent. 1, 2... Dit gaat hem echt niet worden. En ik ga sowieso geen Master Ball gebruiken voor Snorlax, hoor. Dat zoekt hij maar lekker uit. Dat gaan we niet doen. 1, 2, 3. Nu dan. Hoeveel excellence moet ik gooien op jouw bakkes, man? Dit is de 4e excellent op rij. Oh. 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 Wat?
We hebben gewoon Snorlax. Oké. Nou moeten we nog afvragen of hij in ons team mag. Beach Boy groeit naar level 35 en Bruce groeit naar level 32. Oké, we hebben gewoon Snorlax gevangen. Qua aanval is hij niet zo goed, maar qua defense is het wel een goede Pokémon volgens mij. Oké, ik loop in ieder geval eerst gelijk even door naar boven om te kijken welke Pokémon ik daar mag vangen op deze route. Let's go. Welke Pokémon komt er nog meer bij? Het zijn 2 Pidgeotto's en daar liep volgens mij ook nog wat. Of zijn het gewoon 3 Pidgeotto's? Zijn het alleen maar Pidgeotto's? Oh, er loopt een Dodio. Ik wil die Dodio vangen. Ja, ik wil die Dodio. Als er meerdere Pokémon lopen, dan mag je kiezen. Dus wij gaan voor Dodio. Een level 32 Dodio. Hoppa, een Raspberrytje erop. Oh, en dan moet ik wel even recht. Dat ging net met Snorlax beter. En een Excellent. Hoppa. 1, 2 en 3. Oké. We hebben weer nog een nieuwe Pokémon erbij. Een Dodio. Die hadden we natuurlijk ook nog niet, dus dat is lekker. Pixie gaat naar level 38. Pixie is ook wel aardig hoog leveltje. Super chill. En hier is Dodio. Dodrio is volgens mij wel de beste Flying-type Pokémon in de game. Dus dat is wel lekker. Nu moeten we alleen gaan bepalen hoe mijn team eruit gaat zien, jongens. En ik vind het moeilijk. Ik ben namelijk best wel tevreden over mijn team. Ik denk alleen wel misschien dat Bruce niet in mijn team hoeft nu. Wanneer evolueert Dodio eigenlijk? Eens even kijken. Oh, die hoef ik maar 1 level te trainen en dan evolueert hij naar Dodrio. Oh, dat is wel chill. Dan wil ik wel even kijken hoe goed hij wordt eigenlijk. Ik heb wel echt zoiets van als ik Lapras en Snorlax en Nidoqueen straks in mijn team heb, dan heb ik wel echt een tankteam, jongen. Dat is niet normaal. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Laat even weten wat jullie team zou zijn als je deze Pokémon zou hebben. Enige ding is dat we dus Golem en Pidgeotto en Diglett niet meer mogen gebruiken, want die zijn dood. Maar man, we hebben nu dus gewoon Lapras en Snorlax tot onze beschikking. Dat is wel sick. Oh, ik vind dit moeilijk. Ik ga in ieder geval Dodio even een nickname geven. Kijken jullie Star Wars? Ik noem hem namelijk C-3PO, omdat hij 3 hoofden krijgt. C-3PO is wel een robot, dus klopt niet helemaal. Maar goed, maakt niet uit. En die komt dan in de plaats van Bruce. Die wil ik namelijk sowieso even 1 level trainen. Om te kijken hoe goed een Dodrio is. Want die zijn volgens mij best wel oké, hoor. We krijgen van deze mevrouw TM14 Fly. Omdat zij niet wil dat wij andere mensen vertellen dat zij hier zit. En dan krijgen we nu te maken met een aantal van deze pesters. En ik heb Nidoqueen even op plekje nummer 1 gezet. Omdat ik mij meen te herinneren dat zij best wel veel poison type Pokémon hebben. En mijn Nidorina, die kent een Ground-type move, Dig. En dat kan misschien wel helpen tegen deze Pokémon. Hier zien we in ieder geval Onix. Daar kan ik natuurlijk ook gewoon Double Kick voor gebruiken. Ik denk dat Double Kick ook wel oké is tegen Onix. Oh nee, dat doet niet zo heel veel. Nee, dat valt een beetje tegen. Oh shit, Earthquake. Earthquake doet pijn. Oké, laat maar. Daar moet ik natuurlijk erg in houden. Ja, dan gaan we toch maar even schakelen naar Eve. Het is natuurlijk goed dat ik die Ground-type move kan gebruiken van Nidorina. Maar ik moet ook heel erg rekening houden dat mijn tegenstanders ook Ground-type moves kennen. Want die zijn natuurlijk ook super effectief tegen Poison. Precies wat ik eigenlijk wil doen. Hier verslaan we Onix in ieder geval eventjes met Eevee. Hoppakee, einde verhaal voor Onix. 485 XP en inderdaad nu een Muk. Dan hou ik het eventjes bij Eevee. Want die kent natuurlijk ook Glitzily Glow. En Glitzily Glow is ook gewoon super effective tegen Poison type Pokémon, omdat het een Psychic type move is. Muk gaat even een Slurchy op mijn bakken gooien. En dan finish ik deze Muk met een Glitzily Glow. Bam! Mazzel! Ik heb C-3PO, onze Dodio, even op plek 1 gezet, zodat hij wat meer XP krijgt. Moeten we nu tegen 1 Arbokkie. Arbok die kan ervoor zorgen dat je niet meer weg kan uit de battle. Dus ik denk dat ik gewoon heel snel weg moet zijn. Ja, kijk, dit is een te groot contrast qua levels. C-3PO komt terug! We krijgen even een Poison Jabby net op mijn hoofd. En wij beantwoorden dan natuurlijk met een Glizzly Glow, die hem niet one-shot. Niet! Dat is jammer. Hij doet glare, maar dat werkt niet. Lekker voor je. Lekker voor je, Arbok. Hoppa. Dan nu 1 Pharaoh. En ik denk dat we die wel one-shotten met een Buzzybuzz. Dat denk ik wel. Hoppa. Ja, mijn Eevee is wel echt een stuk sterker dan de rest van mijn team. Omdat ik gewoon heel veel gebruik maak van Eevee. Ik zou inderdaad eigenlijk een beetje minder gebruik moeten maken van Eevee. Zodat de rest ook goed getraind wordt. Oké, let's go. Laatste battle hier zo. En die gast heeft 3 Pokémon. Waarvan zijn eerste een Raticate is. C-3PO is nog wel te zwak hoor jongens. Ik ga eens even switchen naar Pixie. Ik denk dat Pixie dit namelijk ook heel goed kan. Let's go Pixie. Een Hyper Fang. Ja, dat doet altijd best wel pijn. Ik denk dat hij gewoon de hele tijd doorgaat met zijn Hyper Fang. Kom op Pixie. Pak hem. Oké, dit ging lekker. Dit ging top. Hij doet nog een keer Hyper Fang. Wij zijn wel sneller, dus dat is nice. En dan kunnen we hem gewoon fixen met nog een keer Flamethrower op zijn bakkes. Flamethrower. Bam! Oké, dat is de eerste Pokémon die down is. Wat heb je nog meer dan? Heb je nog meer mooie Pokémon? Een Koffing. Nee, Koffing is gewoon voor Eevee. Want Glitzily Glow nakt hem. Dit is geen probleem.
Later, Koffing. Ik ben wel blij dat hij echt zo OP is. Dat maakt het wel een beetje makkelijker en af en toe iets minder spannend gelukkig. Queen groeit ondertussen naar level 38. En dan krijgen we nu te maken met een Rhyhorn. Normaal gesproken zou ik dat misschien wel laten doen door Kingler, door Beach Boy. Maar die is lekker tukkie aan het doen. Die is lekker aan het slapen, jongens. Dus wij doen gewoon een Bouncy Bubble. En dat is ook voldoende om Rhyhorn te verslaan. Hoppa. Krijgen wij weer wat HP erbij. En is Rhyhorn weg. Lekker. En dan hebben we ook deze guy verslagen. En op de route hieronder kunnen we natuurlijk ook heel veel trainers gaan verslaan. Heel veel XP krijgen. En daar kunnen we nu nieuwe Pokémon vangen. Die lure die ga ik straks even aanzetten weer opnieuw. Want ik moet eerst even naar het Pokémon Center. Om daar even mijn Pokémon te gaan healen. En dan ben ik weer helemaal klaar voor de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. En laat even weten hoe jullie mijn team nu in elkaar zouden gaan steken. Want we hebben natuurlijk ook nog Hippolyte, Lapras en Snorlax. Ja, en ik weet het niet zo goed. Doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Nintendo, Mario Maker, Minecraft. En volg me op twitch.tv/RickatYourSmokeLive als in gamen. Zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!